Dag Siep. Wat is deze week de kwestie? De kwestie van de week die is waar de verkiezingen over gaan. We hebben binnenkort statenverkiezingen. Dat zijn in feite vanwege de verkiezingen van de Eerste Kamer, die daarna gekoppeld zijn. de eerste landelijke verkiezingen in twee jaar. En twee jaar geleden hadden we dus Tweede Kamerverkiezingen. Waar die toen over gingen weet bijna niemand meer. Maar in ieder geval gingen ze niet over het klimaat. Ze gingen wel over de koopkracht. En nu gaat het, kan ik meedelen, over klimaat en koopkracht. Dus destijds, twee jaar geleden. Euh, waren er ook uh, onderzoeken en waar het bleek dat het klimaat en het milieu en de duurzaamheid. dan waren de mensen maakten zich niet druk over dat thema. Uh, nog niet 1%, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau, uh, vond dat de eerste kwestie van het land. Ook bij het verkiezingsdebat hoorde je er helemaal niets over. Uh, maar na zeven maanden kwam het kabinet, uh, de nieuwe coalitie. Uit de formatieonderhandelingen. En toen bleek dat Nederland plotseling koplopper van de wereld moest zijn. volgens het nieuwe kabinet. Het groenste kabinet ooit, weten we nog? En het groenste kabinet ooit dat had ook al eerder beloofd. dat eindelijk de koopkracht herzien zou worden. Dus in de jaren, de Rutte-jaren daarvoor. hadden we meegemaakt dat we moesten inleveren. moesten inleveren voor de overheidsfinanciën. Want Brussel zat ons op de nek. Maar nu zouden de goede tijden komen. Het herstel zou voor iedereen voelbaar worden. Dus het is niet zo vreemd dat je twee jaar na die Tweede Kamerverkiezingen nu een debat krijgt over dat klimaatbeleid en over de vraag of dat herstel van de economie, al dan niet in relatie met het klimaatbeleid, ook leidt tot een verbetering van de koopkracht. Maar het klimaatbeleid is op zich toch niet uh, omstreden? Het klimaatbeleid is lijkt mij wel omstreden. Uh, althans, je kunt zeggen, er zijn partijen die vinden dat met het klimaat helemaal niks aan de hand is of dat het mensen niks aan kan doen. Dat geldt in belangrijke mate voor Baudet, hè, dus het Forum voor Democratie. Die maakt daar een groot punt van. Dat het, de maakbaarheid van het klimaat, uh, daar, ja, daar hoef je niet aan te beginnen. Uh, dat, misschien doet de PVV dat ook in zekere mate, maar profileert ze het minder op dat punt. De andere partijen die volgen uh, het uh, akkoord, het verdrag van Parijs van drie, vier jaar geleden. Uh, en daar is afgesproken dat het klimaat uh, mag niet uh, ja, moet zo mogelijk binnen twee, een, een stijging van 2 graden Celsius uh, worden blijven. En daardoor zou Nederland, en dat vinden dan de meeste partijen, zou Nederland daar koploper in moeten zijn. Nou, dat begint de omstredenheid al. Waarom zou Nederland koploper moeten zijn? Uh, nou ja, er is eigenlijk maar één partij, nou ja, behalve GroenLinks, was het vooral D66, die dat in zijn verkiezingsprogramma heeft gezet. En, en D66 had er een heel verhaal bij dat Nederland werd er beter van en Nederland ligt onder water en Nederland heeft een achterstand. In ieder geval, je zou kunnen zeggen dat het hele verkiezingsprogramma van D66 is overgenomen, miraculeus genoeg, door de coalitie van Rutte 3. Dus de VVD heeft dat geaccepteerd, de CDA heeft dat geaccepteerd en de ChristenUnie was het daar al een beetje mee eens. Dus het, uh, maar in ieder geval, het is niet zo dat je kunt zeggen dat wij, dat wij twee jaar geleden massaal... Uh, ...de boodschap hebben gekregen dat het verkiezingsprogramma van D66 het programma van Nederland moet worden, maar zo is het inmiddels wel. En, uh, en de echte reden daarvoor kan niemand vertellen waarom Nederland klimaatkooploper moet zijn, omdat ze we zeker weten dat het veel geld kost... ...en niet weten of dat als zodanig effectief is. Nou ja, dus Baudet en anderen maken daar denk ik dat punt een, een terecht punt. Uh, de, hoe effectief Nederland ook wil zijn... Als we al ambitieus zijn, het verandert aan het klimaat verder niks. Dat heeft zelfs uh, het Planbureau van de Leefomgeving wel eens beweerd. Uh, hoe effectief wij ook proberen te zijn met het klimaatbeleid, het klimaat zal er weinig van merken. En er zitten nog andere elementen in. Ik pak er een paar uit uit uh, het klimaatbeleid van het kabinet Rutte 3, hè, zoals die ook doorgerekend worden door de Planbureaus. Dat zit bijvoorbeeld in het onder de zeebodem stoppen van CO2. Nou, dat noem ik de, de struisvogeloptie. Dat verandert niets aan de CO2-productie van bedrijven. Het zorgt er alleen voor dat je het niet ziet, zal ik maar zeggen. En trouwens, als je heel veel CO2 onder de zeebodem stopt, dan kan het ook nog zijn dat het op een gegeven moment vrijkomt. En CO2 is als zodanig niet giftig, maar je kan, je wel, kan ons wel met z'n allen verstikken. Dus dat is een risico. Dat is geen oplossing, kost veel geld, moet betaald worden door burgers. En iets anders is het gasverbod. Dus het afsluitverbod van, uh, van huizen van het gas, het aardgas, dat is al begonnen. Uh, onverhoed, zou je kunnen zeggen, ook niet afgesproken bij de verkiezingen van twee jaar geleden. Plots kwamen ze boven water uh, een jaar geleden. En, en in feite drinkt het vaak toch nog steeds niet door tot de mensen, omdat er, er is absoluut geen voorlichting over gepleegd. Totale onduidelijkheid, wat zelfs ontkent het gasverbod, maar ik ga, garandeer u al sinds 1 juli in 2018, dus bijna een jaar geleden, uh, uh, is het verboden om nieuwbouwhuizen aan te sluiten op het gas. In hoog tempo worden de bestaande bouw afgesloten van het gas. De effectiviteit daarvan is hoogst omstreden. Het klimaat zal er niks van merken of zelfs het nadeel ervan ondervinden. Want aardgas is de schoonste brandstof die er is. Dus uh, en zolang wij nog brandstoffen nodig hebben en niet alles kunnen vervangen door of kernenergie of, uh, gas, sorry, of uh, wind of zon... Zullen we brandstoffen nodig hebben? En dan kun je best maar de schoonste nemen en niet de smerigste. Dus uh, in dat opzicht is het gasverbod een slechte zaak. En zo zijn er meer maatregelen die allemaal onomstreden zijn. Uh, sorry, die omstreden zijn, maar wel veel geld kosten. Wat denk je dat de consequenties zijn voor de koopkracht? Nou ja, de verkiezingen gaan dus over de relatie tussen klimaat, tussen klimaat en koopkracht. En de relatie daartussen, dat is mijn stelling. Uh, en we hebben nu al gemerkt dat als de koopkracht al een beetje omhoog gaat, dus de, 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 de loonbelasting is een beetje verlaagd, ja, dan gaat die vervolgens, gaat die koopkracht uh, die verdwijnt dan weer, die koopkrachtstijging, aan hogere gasprijzen. En die hogere, hogere gasprijzen komen maar in feite door één reden, althans in belangrijke mate om één reden, namelijk de verhoogde belastingen op gas. En waarom doen ze dat? Omdat ze denken dat het goed is voor het klimaat, of van ik al zeg, het is twijfelachtig of het klimaat daarmee geholpen is. Maar in ieder geval, het kost geld, gaat af van de koopkracht, dat is nu al zo. Maar kijk eens naar de langere termijn. Ze hebben plannen voor 2030, plannen voor 2050. In alle gevallen moet Nederland een koploper van de wereld zijn, om redenen die we niet kennen. Uh, maar in ieder geval, als we alleen al kijken naar de kosten van de huizen. Dus die 8 miljoen huizen, die moeten allemaal van het gas af of uh, mogen niet aan het gas gebouwd worden. De kosten daarvan voor isolatie en wat iets meer zijn. Uh, die lopen per huis in de tienduizenden euro's en dus voor heel Nederland in de honderdduizenden, uh, uh, sorry, in de honderden miljarden. En uh, die kosten zijn een dus schiegaan. Dan kun je eindeloos beweren, zoals Diederik Samson moet, doet, dat de kosten... Van, van verwarming daarna teruglopen. Maar voorlopig, zelfs al zou dat zo zijn, wat we niet weten, staat vast. Eerst moet het opgehoest worden. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dan kunt u uw hypotheek wel verhogen. Of uh, wij subsidiëren uw hypotheek, maar in alle gevallen moet het betaald worden. En schulden uh, op huizen hebben we in Nederland al te veel volgens alle mogelijke maatstaven. Dus dat is geen oplossing. Het gaat hoe dan ook ontzettend veel geld kosten. Dat alleen al, maar wat dacht je van al de kosten van de industrie? Als de industrie niet zelf via CO2-heffing bijvoorbeeld uh, zijn kosten betaalt, niet zelf de kosten betaalt voor het onder de grond stoppen van, van de CO2, dat betekent dat burgers moeten betalen, het gaat af van hun koopkracht. Dus uh, de maatregelen die in petto hebben, die, uh, die betekenen een verlaging van de koopkracht en niet een verbetering, precies strijdig met de belofte van twee jaar geleden. Een sombere toekomst, dankjewel.